Hij had een hartinfarct, maar in die hartinfarct zaten er meerdere. De ring die sprong eruit, dat was hier stuk. Hallo lieve vrienden, het is vandaag alweer reeds zaterdag 30 november. Januari. November. Ik wil opnieuw, ja. Januari. En het is 19 minuten over 3. Ik ga zo meteen even weer eens even lekker met de hondjes aan de wandel. Wordt weer eventjes tijd. En ik heb nog niet veel gedaan. Ik ga straks wel de camera leeghalen, want daar ben ik gisteren niet aan toegekomen. Want ik kreeg gisteravond nog weer visite en ik was met een mooie, hele mooie vlog bezig. Ik vertel niet wat, dat zien jullie zelf wel. 3 februari komt die online. Dus nu moet ik deze camera nog leeghalen, zodat ik daar ook weer mee aan de gang kan. Maar in ieder geval, ik wens jullie ook natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. En de beesten, nou de grootste hond die heet Elwing, de kleine hond die heet Rijka. En dan heb ik nog een lieftallige poesebeest, dat is een kater. Ja, weliswaar geholpen, maar dat is een mannetje en die heet Kandolf. En Kandolf is boven, de dames zijn buiten in de tuin. Ja, moet allemaal kunnen toch? Het is grijs-grauw weer. Oh, nou hoor ik Kandolf. Miauw! Ja! Is los. Ja, nou kom dan. Nou kom dan. Ja! Hé? Oh, ja man. Oh, dan. Nou kom eens. Kom dan eens. Hé! Hey. Hallo, kerel. Pootjes op. Nee, we gaan het zo. Doen we dat niet? Doen we niet wat de vrouwtje wil? Nee, doen we dat even niet? Zo hè. Nog een beetje. En spinnen? Oeh, hij kan zo spinnen. Hé? Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Dit is de meneertje Kandolf, hè? Ons kereltje, hè? Ja, kerel. Ja. Oh, goeie spinnenkoppie. Ja. Maar oké, ik ga dus even lekker met de hondjes lopen. Ik had naar de markt gewild, maar grauw-grijs. Er is toch niks aan. Die paar kraampjes. Ik denk, wanneer het even weer de zon erbij is, dan maar hoor. Maar nou niet. En daarbij, ik kom me lang niet goed in mijn velletje. En dat komt, ik loop februari weer binnen. Bijna, bij allemaal. Februari is voor mij echt een hele rot, zware maand. En dan komt maart er ook nog aan. Dat is ook nog een zware maand voor mij. Dus ja, het is bar. De Valentijnskaart die daar hangt, bovenin. De 14 februari wordt het 4 jaar geleden dat ik die aan mijn mannetje heb gegeven. Dan hebben we 20 februari. Is het 4 jaar geleden dat we naar de Bos gingen met de trein en onze eigen voermiddelen. De scootmobiel voor mij en de rolstoel voor mijn man. Met de trein naar Den Bosch, omdat mijn schoonmoedertje jaar was. Hebben we daar heel gezellig zitten te vieren. We waren allebei een beetje verkouden, een beetje grieperig. Maar dat kon de pret niet drukken, want we hadden geen koorts. Dus gaan met die banaan. En het was hartstikke gezellig en leuk. En op de terugweg in de trein nog een bekende tegengekomen. Ook hartstikke leuk en geweldig. En de 24e krijg ik een appbericht van een surrogaatzusje van dat haar longembolieën weer terug waren, dus voor de tweede keer. Dus ik zeg, shit, wat zegt mijn man, shit. Nou, zo en zo. Ik zeg, dan wil ik morgen even naartoe naar het ziekenhuis. Nou, dat kon wel, zei hij. Maar dat kon dus niet, want toen zat ik de volgende ochtend, of tenminste de nacht, al zelf in het ziekenhuis, te Alkmaar. Waar mijn mannetje dus
vanmorgen vroeg op de 25e morgen is overleden. Dus ja, ik zal even de woefwaffies binnenhalen, want die willen naar binnen. Ja, en Rijka die blokt weer, als ik weet niet wat. Hé, ja. Mag het niet aan? Nee. Kom maar. Oei. Nou, rustig, rustig. Hé. Rustig. Kom maar hoor. Ja. Maar zo lopen. Zo. Die heeft de rem, dan gaan we zo lopen. Ja, nee, meisje. Hé, jongens. Nou, daar waren we weer even. Dus ja, en dan krijgen we 3 maart. Want hij is dus op de 25e overleden in het ziekenhuis, in Te Alkmaar. Maar men wist niet waaraan, waar dat door kwam. Hij had een hartinfarct, maar in die hartinfarct zaten er meerdere. Dus ja, dat redt geen één. Maar hij markeerde zoveel meer dan enkel die spierziekte, want hij had een spierziekte. Maar daar is hij dus niet aan overleden, aan die hele spierziekte niet. Nee, hij markeerde veel meer en... Hij had onder andere ook acute leukemie, nou ja, dan heet het al. En toch zijn er mensen die daarvan kunnen genezen, laat me zeggen. Als ze er maar een tijdje bij zijn, denk ik. Maar in ieder geval, hij heeft hier thuis opgebaard gestaan. Op de plek waar jullie nog staan. Met zijn voetjes richting de salontafel. Maar 3 maart... werd hij gecremeerd. Dus ja, het is voor mij gewoon een moeilijke, zware tijd. Wat voor mij als een filmpje, iedere keer als ik eraan denk, voor mij langs gaat. En dat is niet fijn, nee. Hey, die zijn ook weer gek, zoals gewoonlijk. Maar oké. Nou, ik ga even lopen, even mijn hoofd leegmaken. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Tot later. Doei! Oei! Ja, lieve vrienden, ik heb mijn schort weer om. Ik heb hier een bak staan, daar zitten spruiten in. De camera die staat een beetje omhoog. Ik zal even kantelen. Ja, en die ga ik lekker schoonmaken, want ik heb zin om vanavond spruitjes te eten. Met spekjes doorheen en gebakken siepeltjes. Lekker toch? Ja. Maar ja, ik heb dus die ringlamp om die telefoon heen. Karin die heeft er ook een, maar die appte me net huilend. En ik stond helemaal verkeerd. Ik dacht dat remlicht. Nee, de ringlamp. Oké. Okay. Dus ik bel gelijk, want we zijn helemaal over de toeren. Ringelman, ik heb hem ook nog maar pas van de week. Die ring, die sprong eruit. Dat is hier stuk. Doet niks meer. Die springt er zo wel later uit. Mag niet voorkomen. Nee. Ik heb met het te doen. Dus ik heb gelijk gebeld. Dan kreeg ik Roderick aan de telefoon. Ik heb gezegd wat hij even moest doen. Om het even zeker te weten wanneer ze hem heb gekregen. Nou, dat kan hij in een vlog nakijken. En dan moet hij me bellen. Ja, ze hebben een nieuwe nodig, .nl. Ja. Nou, wat moeten we? Ja, vrouwtje gaat straks hier aan beginnen. Ja. Ik weet niet of je dat lust. Zo'n kleintje geven. Even zoeken. Even zoeken, zoeken, zoeken. Zoeken, 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 zoeken hier. Ze zijn allemaal een beetje groot. Ik snij hem wel door het midden. Kijk of je het lust. Alwin. Jij ook? Allebei een halve. Ben benieuwd wat daar van overblijft. Laat maar gaan. Het is gezond, dus ja, waarom niet? Maar oké, okay, ik ga dus lekker aan de spruiten schoonmaken. En ja, ik laat het jullie later wel zien. Ik kom later gewoon weer terug. Ja toch?
iedere keer de fruiten klaarmaken, toch? Schoonmaken. Kan iedereen. Kan een kind doen, kan jullie ook. Dus waarom? Ze zeggen tot straks maar weer. Doei! Nou, ik heb jullie even uit de ringlamp weggehaald. Ik zal hem jullie nou even weer laten zien. Bij Karin is deze eruit gesprongen. Dat is gewoon wel van plastic. Dus het is gelukkig geen glas. Maar die is er dus uitgesprongen. Ja, dat mag niet voorkomen, toch? Nee. Maak je de spruiten klaar? Ja. En ik zie jullie even gezellig bij mij neer. En dit is mijn schillenbak. Ja, nou die kan nou weer opgeruimd worden. Dus dat doen we dan ook even. Hoppata. En dan moet ik mijn stoel hoger hebben. Ja. Anders kan ik niks beginnen. Doe wat normaal hier. Ha, wat dikkie. Tafelmesje. Zo. Dan gaan we even de spruitjes wassen. Dat moet ook gedaan worden, hè. Ja, zeker te weten. Nou, de gootsteen is schoon. Zo. Voilà. Weet jij weer gek? En vooral Rijka, onze potenbijter. Die mag heel graag pootjes bijten. Zo. Nou, dan gaat er heet water op. Tenminste, ja, ik doe ook gewoon koud, want die inductiekookplaat die doet het goed. Zo. Zo, dan moet ik even maar het doekje hebben, want het is hier nat. Zo, handjes drogen. Ik doe er altijd flink wat water op. Ik moet het ook gaar hebben, want ja, jullie weten, ik heb geen kunstgebit. Voor degenen die net komen kijken en die voor hun dat afvragen. Nou, als mijn man destijds er niet was geweest, had ik er nu niet meer geweest. Ja, laat ik het daar maar op houden. Meer zeg ik er niet over. En dat door een kunstgebit. Ja. Daarom draag ik absoluut geen gebit. Ook niet met een schroefje en een boutje en een moertje. Nee, geen polonaise meer aan mijn lijf. Ik heb dus nou, zoals jullie zien, spruiten in een pan met water. Nou pak ik dus... Ik moet het altijd nieuw halen. Boter. Daar snij ik een stukje van af. Ik doe even naar achteren. Een stukje, toch maar een klein stukje te wezen. Die doe ik erbij in. Waarom vraag je dan af? Heel gewoon. Het kookt dan absoluut niet over. Dat doe je net gewoon een klein beetje boter in de pan. En dan kookt het niet over. En ja, met een inductiekookplaat. Dat komt het mooi uit. Het kan wel smeer worden. Het spettert wel natuurlijk. Maar echt overkoken dat je je gasten al vol met water hebt leggen of wat dan ook. Dat gebeurt niet. Nou, simpel toch? Wat moet jij, kleine ondeugd? Hé, ondeugd, wat ik kopieer. Ja, moet je doen wat lekkers. Dat heb ik voor de dames. Ja. Nou, ze zitten zo lief, ze zijn ook lief. Hé, ja. Ze zijn ook lief. Ja, ja. Ja. We moeten het wel breken. Nou. Helwing. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan.
meid. Nou. Nou heb ik er nog twee over en dat is voor de volgende ronde. Maar ja, je moet het wel zo meteen in die verpakking weer willen. Met het plastic eroverheen. Nou, het laat hem zomaar zitten. Dan zit het tenminste wel bedekt. Ja, moet wel, hè. Ja, ik kan waar in het van. Nou. Elwin, kijk eens meisje. Daar, dat is vet. Ja, goed zo kind. Goed zo meisje. Nou, handen wassen. Zo, en het hoeft niet altijd met zeep hoor, of met die troep allemaal. Nee, echt niet. Gewoon onder een warme waterkraan. Ja, want hij staat op warm, dus lekker. Niet heet, maar warm. Tante Pollewopje. Nou. Zo, even de pan opdrogen van onder. Dan gaan we naar de andere kant. Toet, toet. En zo, dan moet je iets zien te kantelen. Ja, het wil weer eens niet wat ik wil. Nou, hij wil niet gekanteld worden. Doen we het zo maar even. Nou heb ik hem dus hier al op de voorste pit. En dan is het daarop. En dan gaat hij aan en doe hem daarop. En doe ik hem altijd op 4, omdat hij niet gelijk aan het werk hoeft. Gewoon een klein beetje langzaam aan het werk. Verder hoeft het niet. Dan moet ik zijn deksel opzoeken. Oh, dat deze is. Ja. Nou, ogen klaar. Voilà. Nou, daar zijn we er blij mee. Dan kan ik de placemat weer opruimen. Omdat ik geen kleed op mijn tafel heb, had ik een placemat neergelegen. Kwam ik thuis met de boevaffies. Voorheen zat hij iedere keer op mijn bureau. Kom op, wil ik niet hebben. Want ik krijg haar in mijn toetsenbord. Maar hij mag ook niet op de eettafel, hij mag niet op het aanrecht. Ik vind dat, daar hoor ik geen katten thuis. Nee. Ook niet op de salontafel. Maar meneer zit wel met kont op mijn eettafel. Dus ja, voilà, wegwezen. Dat mag niet. Nee toch? Nou, dan gaan we lekker een bakje koffie maken. En dan ga ik naar de computer toe. Dan moet ik even naar Facebook toe. Want we hebben een nieuwe moderatrice. En die had geen 14 dagen bedenktijd nodig. Dat die wil graag aan de slag. Nou, moet ik er even moderatrice maken. Het is dus ook een vrouw, zoals jullie begrijpen met mijn woord moderatrice. Want moderator is mannelijk. En we zijn geen mannen. Ik heb maar één man en die is medebeheerder. Ja, en ik ben het hoofd. Ja, en als het, wat ik zeg, dat gebeurt, punt. Ja, het is mijn groep en ik heb meerdere groepen. Denk jij om je steurt? Denk jij om je steurt? Ik ben ronddraaien, zo. Voilà, nou. Dan zeg ik gewoon tot later maar weer. Nou lieve vrienden, de spruiten die zijn al een geruime tijd gaar, maar ik heb andere dingen tussendoor moeten doen, etc. Ik heb ook nog geen vlog in elkaar weten te zetten, niet aan toegekomen nog. Ik heb wel de filmpjes van de camera al erop gezet op van vandaag na. Ik heb de nieuwe moderatrice aangemeld om tenminste welkom geheten en ik heb haar moderatrice gemaakt, want dat moet ik toch doen. Dus dat is allemaal al klaar. Ik heb haar welkom geheten in de groep. Hartstikke leuk, lief en aardig. En ik had net twee uien gejast. Dat noem ik jas, die schilletjes eraf, een jasje uit. Ik heb ze gespoeld, maar ik moet ze nog een keer even spoelen, zie ik. Want ik kreeg een telefoon tussendoor van Karin. En ja, die was ergens achtergekomen en die heeft mij ook verteld
Dat is hartstikke leuk. Ja, ga ik nog niet verklappen. Nee, dat komt allemaal enkel. We hebben wel meer werk nodig. Ja, maar oké, komt allemaal goed. Ik ga eerst eventjes dat bekijken. Nee, dat is goed. Het uitje schoon. Nog een uitje schoon. Zo, dan ga ik dus de uien even pellen, even snijden. Dan kan ik die bakken. Ik heb ook al spekjes gepaard, die erbij in. En dus ik moet nog een koekenpan pakken, maar dat komt allemaal goed. Als het klaar is, laat ik het jullie gewoon weer even lekker zien. Ja, dan kunnen jullie weer meegenieten. Dus we zeggen, lieve vrienden, tot straks. Nou, spekjes en schippeltjes en de fruiten die zijn afgegoten. Dat gaat zo meteen daarin over. En dan gaat die pan even hier op deze kant. Om het even totaliteit helemaal warm te maken. Dat ziet het er lekker uit, of niet? Ik vind het wel, dat wordt zo meteen smullen. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Voor later op de avond, natuurlijk, lekker slapen. En morgen weer gezond op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei.